Goedemorgen, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking op de Noordzee, weinig boven Nederland. De dag begint dus met heel veel zonneschijn, maar vanuit het noorden neemt geleidelijk wel de bewolking toe. En die gaat vooral overheersen op de Waddeneilanden. In de rest van het land nog een fraaie, droge ochtend. En ook vanmiddag is het nog prima in het midden en zuiden met geregeld zonneschijn. Temperaturen lopen dan op naar 22, misschien lokaal in Brabant zelfs 24 graden. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust is aan het einde van de middag de paraplu nodig. En op de Wadden wordt het 17 graden. Vanavond breidt de regen zich verder over het land uit. Maar in Limburg blijft het nog droog. Daar komen de eerste druppels pas vanavond om 11 uur of 12 uur. Dus dan hebben we het grootste deel van de dag gehad. Vannacht dan op veel plaatsen regen. Morgenochtend trekt die regen weg. En morgenmiddag dan in het noordoosten misschien nog een bui. Maar in de rest van het land grotendeels droog weer. Wel veel koeler, 16 tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag houdt de temperatuur ook niet over, 15 tot 17 à 18 graden. Er vallen enkele buien, tussendoor schijnt af en toe de zon en er waait een frisse noordwestenwind. Zondag lijkt de temperatuur weer iets omhoog te gaan, maar de kans op buien blijft aanwezig.